Het is dus wel weer tijd om de spullen te gaan zaaien in de tuin. Hoe meer ik bezig ben, des te minder ik denk aan gewichtsverlies. Ik heb de soorten alweer gezaaid. Ik heb rode kool, witte kool en broccoli heb ik dit keer hier gezaaid. En deze week is de vaatwasser kapot. Hey, en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ben Ronald en ik vlog samen met mijn hond Kelvin ons leven. En deze week is de vaatwasser kapot. Wordt niet meer warm. Hij was natuurlijk al lek. Was allemaal opgelost en nou wordt hij niet meer warm. Dus gelukkig komt er vandaag even een kennis naar kijken. En die heeft er een beetje meer verstand van dan ik. Dan hoop ik dat het allemaal weer goed komt. Ik heb al gekeken. Een nieuwe warmtepomp kost ongeveer 100 euro. Dus dan, nou ja, hè, daar heb je geen nieuwe vaatwasser voor. En hij is nou net weer helemaal waterdicht. Als je dat wil zien, dan zal ik eventjes hierboven de video linken hoe ik dat gedaan heb. Maar ja, dat is dus vandaag. En ik ben begonnen met intermittent fasting, wat ik ook zeg. Om te kijken of het wat voor me is. Dus ik zit hier nu, het is 20:20. En ik mag pas eten om 10 uur. Met intermittent fasting, nou, je hoort er heel veel over op de televisie. En je leest er veel over op internet. Tenminste, nou ja, ik kan wezen omdat ik het dan heel veel kijk, dat ik het dan heel veel zie. Maar het schijnt dus heel veel gezondheidsvoordelen ook te hebben. Het is vooral voor buikvet wat er dan afgaat. En ja, nou, ja, ik ben niet heel erg vet, maar mijn buik is wel heel erg vet. Dus het is een mannenkwaaltje, dat wil ik er graag toch nog af hebben. Voor de rest ben ik helemaal blij met mijn gewicht en zo. Maar het leek mij wel leuk om het eens een keer te proberen. Het valt me tot nu toe heel erg mee, moet ik zeggen. Het is, normaal eet ik altijd pas om 9 uur en ja, nu eet ik dus gewoon een uur later. En wat ik dan wel heb, is dat je dan s'avonds om 6 uur stop je weer met eten. De rest van de dag kun je gewoon alles eten wat je maar wil. Alleen tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. De rest eet je gewoon niet. Je drinkt wel heel veel, dat is wel heel erg belangrijk. En gisteren, dit is de derde dag nou dat ik het doe. En gisteren had ik een beetje wat leek op de ketogriep. Hoofdpijn, niet helemaal lekker. Dus ik heb vandaag ook heel veel werk te doen. En moet ik zeggen, het voelt ook weer een beetje die ene die ik met koolhydraatarm had. Het voelt ook een beetje weer of ik dat weer terugkomt. Dus, nou ja, ik weet niet. Ik zal eens over een paar dagen zal ik eens even gaan kijken. Ik heb nog van die plastrips. Kun je kijken of je in ketose bent. Misschien dat ik in ketose ben. Het kan. Dus ik heb nou mijn ontbijt staat te ontdooien. Op Waarrecht. Die is dan tegen 10 uur hoop ik. Ja, maar goed. Ik wil gewoon wat af hebben. Nou, ik ben alweer veel te lang aan het praten. Dit zijn de hoogtepunten van wat er ongeveer gebeurd is. Maar nu is het echt hoogtijd om te beginnen met de dag, want ik heb heel veel te doen. Maar dat gaan jullie allemaal meemaken vandaag. Ik ga eerst eens eventjes lekker met Kelvin eruit. Jamie die zit de hele tijd voor het raam te kijken, want die wil heel graag naar buiten toe. Maar ja, dat mag niet. De vorige katten zijn ook onder de auto gekomen, dus Jamie blijft lekker binnen. Maar het is seizoen, dus ja, dan wil die wel een beetje meer naar buiten. Ik zag het bij Janneke ook al, haar kat was ook al gesteriliseerd nu. Ja, omdat hij toch de kriebels krijgt. Nou, Jamie is natuurlijk al gesteriliseerd, maar die drang om dan eruit te gaan en ja, aan de wandel te gaan, dat blijft schijnbaar. Dus ja, maar goed, eventjes een poosje weer opletten. En dan komt het wel weer goed. Ik ga nu eventjes Kelvin pilletjes geven. Mondje open. Goed zo, ja. Oké, alsjeblieft. Ga maar lekker op eten. Jamie zit. Goed zo. Nou, ik ben even op de bank gaan zitten met een kopje koffie en het was tijd voor het nieuws. Ik mag dus wel gewoon koffie drinken als ik aan het vasten ben. Ik moet gewoon normaal drinken, zeg maar. Maar ja, zonder melk en zonder suiker. Nou, sinds koolhydraatarm doe ik dat sowieso al niet meer, dus eigenlijk komt dat ook wel een beetje goed uit. Maar ik begon ook, het is 9 uur, ik begon toch wel een beetje trek te krijgen. Ik wil heel veel doen vandaag. Moet je wel de goede energie hebben natuurlijk. Dus ik ben hier even gaan zitten om het nieuws te gaan kijken. Er is natuurlijk heel veel nieuws over het coronavirus. Het is nu ook in Duitsland bij Beieren. Er zijn wel mensen die hebben het ook. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik vind het een beetje, ja, ik vind het wel griezelig. Het komt natuurlijk steeds dichterbij. Je weet niet wat het gaat doen. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, er gaan ook meer mensen dood aan de griep. En het zijn allemaal mensen die met al een medische achtergrond. Net als bij de griep. Dus dan denk ik ook van misschien moet je er niet zo heel erg druk over maken.
Het is natuurlijk niet goed, niet leuk. Ik merk wel steeds dat er heel veel paniek om is. Dat er wordt gezegd dat het de hele wereld overgaat en dat het echt een heel groot probleem geworden. Dat zie ik dus nog niet zo heel erg gebeuren. Maar het komt wel steeds dichterbij. En ik kwam er vanochtend een keer achter dat China dus ook niet het onderzoek en zo wil delen. Dat ik denk van nee, wat is dat nou weer? Ik bedoel, het komt daar vandaan. Deel dan ook in ieder geval onderzoek. Maar iedereen is er zo mee bezig. Dus ik denk persoonlijk niet dat ik me daar heel erg druk over moet maken. Het kan altijd nog anders worden. Ik bedoel, een virus kan natuurlijk ook muteren. En dan heb je wel een heel groot probleem. Vooralsnog denk ik, het zal allemaal wel een beetje meevallen. Denk jij er anders over of denk je er net zo over? Laat het hieronder eventjes weten. Ik ben natuurlijk nog heel erg benieuwd. Ik sta ook altijd open voor een gezonde discussie. Vind ik ook altijd heel leuk. En voor nieuwe inzichten. Ik pak even lekker een kopje koffie. En dan ga ik even achter de computer eventjes wat onderzoek doen voor video's. En even een planning maken wat ik vandaag wel wil doen. Dus ik heb nog zoveel op de planning staan. Zoveel. Eerst eventjes tijd voor koffie. En het is 10:00 geweest al 10:10. Dus ik mag eindelijk eten. Ik heb ook best wel trek. En ik vond dit bij de Aldi. In de diepvries met Griekse yoghurt en van alles, muesli en alles zit erin. Om te proberen. Leek me wel lekker. En makkelijk natuurlijk. Want echt wel makkelijk. Als ontbijt kost 99 cent. Dus de prijs valt ook heel erg mee. En ik koop dit niet weer, want het is niet lekker. Maar ik eet het wel op. Ja, het leek zo makkelijk, maar het is echt niet lekker. Het smaakt, niet omdat het ingevroren is, maar het smaakt heel klef. En nog niet bepaald lekker. Maar goed, ik eet het wel op, het is mijn ontbijt voor vandaag. Ik ga dit eventjes opeten en dan even verder. Ik ben wel klaar achter de computer en ik heb genoeg onderzoek gedaan en ik ga nu eventjes spul klaarmaken om de video op te nemen. Nou, de lens van mijn andere camera die was hartstikke smerig, die heb ik al een hele poos niet meer gebruikt. En die ga ik even schoonmaken en dan ga ik hier alles klaarzetten zodat ik kan beginnen met de video's opnemen. Ik ben hier nou druk bezig aan het opnemen voor mijn andere kanaal, die nog niet online staat overigens. Omdat ik daar meer complete video's op wil doen. Maar dat worden dus echt video's van zaaien tot oogsten. Alles wat erbij komt kijken, allemaal in één makkelijke video. Maar goed, het is dus wel weer tijd om de spullen te gaan zaaien in de tuin. Want ik weet dat hier ook veel mensen kijken die een tuinliefhebber zijn. Kooltjes kunnen alweer gezaaid worden, natuurlijk rucola. Kooltjes eigenlijk de datum 10 januari. Ik heb er al één lading van gezaaid en deze die komen er nog weer achteraan, want ik had eigenlijk een beetje te weinig. Dus dat is eigenlijk 10 januari is de datum om kooltjes te zaaien. En ik heb natuurlijk ook winterkool al staan, die zaaien in september. Vorig jaar, die staan nu in de kas, lekker warm. En warm, hè. Maar die kun je dus weer poten. Straks kun je een keer extra kool zaaien in één jaar. Plus dat je de voordelen hebt dat je geen ongediet en niks erbij krijgt. Want dan ben je allemaal lekker net vooraan. Dus dan kun je echt helemaal biologisch telen. Dus ik ben eventjes druk bezig om deze video op te nemen. Dit is niet de video waar ik die research voor gedaan heb. Die ga ik zo meteen nog opnemen. Ik heb hier mijn lampen klaarstaan dat ik zo meteen goed licht heb. En dan ga ik proberen om een video op te nemen over putjes zolen. En ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uit komt te zien. En dan misschien dat ik hem nog een keer over moet doen. Omdat ik er niet helemaal tevreden over ben. Maar in ieder geval, die video komt eraan voor mensen met een beetje probleemvoeten. En hoe je het makkelijk kan oplossen. Ik ga nog eventjes de rest erin zaaien. Dan denk ik even een beetje eten. Want dat is ook alweer middag. Dan heb ik begin ook best wel een beetje honger te krijgen. Gisteren ging het me heel goed af met het intermittent fasting. Vandaag heb ik echt wel behoorlijk trek eigenlijk. Ja. Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Of in dit geval honger. Ik ga snel aan de slag. Des te meer ik bezig ben, des te minder ik denk aan gewichtsverlies. Ik heb de soorten alweer gezaaid. Ik heb rode kool, witte kool en broccoli heb ik dit keer hier gezaaid. Mooi in de bakjes. Deze die gaan naar boven. Dan heb ik een apart kamertje. Voor dit, want Jamie die wil dus de hele tijd vervelend zijn en die wil dus de hele tijd de jonge plantjes opeten. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ik heb hier ook nog een beetje meer staan. Zo, licht. Ik zal het even laten zien. En dit gebruik ik eigenlijk een beetje als mijn kamer voor zo'n stekje. Ik heb hier een
Ach, hoe heet dat? Zo'n siergrasje, maar die gaat dan helemaal krullen. Niet, dit is geen gewone. Dit is een parapluplant. Suus die heeft hem ook. En deze die wordt echt 2 meter. Net zo groot als dat ik ongeveer ben. En dit is een kleinere variant. Die wordt ongeveer 30 centimeter. Nou, hier kunnen die zaadjes mooi staan. En ik heb deze gestekt. Dit zijn een soort bladbegonia. En dit is de mand die had ik eigenlijk voor kerst. Ik denk dat dit ook wel heel mooi wordt. Want één zo'n blad wordt ongeveer zo groot als mijn hand. Dus als ik dan een beetje zo. Dan kun je zien dat het wordt echt wel heel erg mooi. En we kunnen het nog niet heel goed zien. Maar deze gaat aan de binnenkant. Krult hij als een. Ja, dan komt hij klein weg en dan krult hij steeds groter. Wordt echt super, super mooi. En dan moet ik altijd even goed opletten dat Jamie hier niet stiekem naar binnen gaat. Want die ligt wel altijd op de loer. Om naar binnen te gaan. Die is gek. Ja, omdat hij niet buiten komt. Omdat hij niet buiten komt natuurlijk. Is Jamie echt gek op al die jonge plantjes. En dat die parapluplant. Die is eigenlijk ook, dat is een familie van de kattengras. Dus ja, het is ook wel logisch dat hij dat wil eten. Maar ja, die wil ik dan straks daar hebben. Kijk, daar in de hoek, dat is de perfecte plaats ervoor. Wordt mooi hoog, plus er komt geen zon, want de zon die draait altijd zo. Dus dat is een plekje, er komt wel licht, maar geen zon. Nou, plus dat hij natuurlijk wel mooi boven de televisie uitkomt. En kan Jamie er ook een beetje aan knabbelen als hij daar op de vensterbank ligt. En dan, dan hoef ik ook niet steeds kattengras op te halen eigenlijk in de periode dat het echt nodig is. Even snel een beetje opruimen. Want er ligt nou natuurlijk overal een beetje zand. Dus dat is niet de bedoeling, want anders heb ik dat door het hele huis. Ik ga eventjes dit opruimen, stofzuigen en dan kijken of ik nog tijd genoeg heb om een andere video op te nemen. Nou, het is 3:30, ik ben heel druk bezig geweest en er is iemand langs geweest voor de vaatwasser en hij doet het weer, ook de vaatwasser weer. Ik ben er heel erg blij om. De motor die was kapot en de vorige keer had er natuurlijk water onderin gestaan. Nou, die video dat kun je hierboven zien, maar kijk, in de motor is dus water gekomen en er zit ook het verwarmingselement in. En die was dus gewoon, waarschijnlijk is er rommel in gekomen. Nou ja, kortsluiting en niks aan te doen. Daar zit dus weer een nieuwe in. Ja, dat kost alleen wel een beetje geld. Ook niks aan te doen. Ik had ook liever dat het anders was. Maar het was in ieder geval nog goedkoper dan, dan een nieuwe koper. Dus dan kun je dat beter doen. Plus dat deze, zoals ik hem gekit had, zei hij ook van, dit had hij nog nooit gezien. Maar het was in ieder geval wel prima zoals het nou weer was. En dan kon hij ook nog weer jaren meegaan. Dus dan maar dit zo. Ja, moet je anders. Dus ik zet hem eventjes leeg aan, want hij heeft natuurlijk een hele poos stilgestaan. En ik wil eventjes dat hij schoon is, dat het spul erin komt. En dan kan ik eindelijk weer mijn spul erin doen. Dan kan ik weer gewoon afwassen. En kan ik vind altijd als je gaat koken, ik deed het met zo min mogelijk spullen. En dan elke keer afwassen, voel ik verschrikkelijk. Blokje erin, ga met die banaan. Nou, ik ga het spul eventjes opruimen hierachter. En dan kan ik de vaat had ik al gespaard voor vandaag. Ik denk van ga ik niet afwassen, want ik kom wel klaar. Die ga ik eventjes weer erin maken straks. Nou, dan eindelijk weer lekker afwassen, jongens. Geweldig. Ik ga eventjes aan de slag hier alles klaarmaken. Yes! Nou, het is inmiddels al avond. Ik heb gegeten. Ik heb even patat opgehaald. Alweer. Het is nou net als elke keer patat al. Maar dat is echt gewoon, komt toevallig zo uit. Ik heb even boodschappen gedaan. En hier achter mij liggen nog de dingen van de shoplog. Die kunnen jullie weer zien komende week. Dan kun je die weer zien. En ik sluit nou ook de vlog af. Want ik weet het, ik ga het niet meer 's avonds filmen. Dat doe ik gewoon nooit. Dus vond je dit een leuke video? Geef deze video dan een duimpje omhoog. Klik hierboven om te abonneren. Dat is helemaal gratis. En je helpt mij er enorm mee. Want daar kan ik weer een beetje van groeien. En je kunt hiernaast nog kijken voor nog meer leuke video's. En dan zie ik jou weer terug bij een hele nieuwe vlog. Doeg!